In deze les heb je de namen van zowel de zwarte als de witte toetsen nodig, omdat je in deze les je eerste akkoorden gaat leren. Een akkoord is simpel gezegd een samenklank van twee of meer noten uit een toonladder. In de eerste les heb je al de C-majeur toonladder gespeeld. De noten in een toonladder liggen hoger of lager op de piano volgens een vast patroon. Je hebt, zoals ik eerder al genoemd heb, een majeur toonladder en een mineur variant. Beide volgen een ander vast patroon. Dit patroon gaan we in deze les nog niet behandelen, maar het komt later in de cursus wel aan bod wanneer je alle toonladders gaat leren. Je maakt in deze les al wel kennis met de vaste patronen van akkoorden. We starten deze les met de in populaire muziek meest gespeelde akkoorden, de majeurakkoorden. Majeurakkoorden kun je spelen met drie vingers, maar bijvoorbeeld ook met vier of zelfs met vijf vingers. In deze les beginnen we met de variant waarbij je drie vingers gebruikt, de zogenaamde majeur drieklank. Het leuke aan dit type akkoorden is dat je ze als beginner vrij snel onder de knie kunt krijgen. Daardoor kunnen we aan het eind van deze les afsluiten met een bekende melodie. Akkoorden kun je op verschillende manieren spelen. Wanneer je zang begeleidt in een band, zul je vaak de akkoorden aanslaan met je rechterhand. Maar zover zijn we nog niet, je zit waarschijnlijk nog niet in een band en ik ga je dus eerst leren hoe je piano kunt spelen in je eentje. In dat geval wil je natuurlijk zo snel mogelijk herkenbare nummers spelen. Dit doe je door de zanglijn van een liedje te spelen met je rechterhand en de begeleidende akkoorden met je linkerhand. Zo speel je in je eentje, maar kun je toch bekende liedjes spelen die iedereen zal herkennen. Wanneer je de pianobegeleiding van een bekend nummer zonder zang zou horen, is het vaak lastig om te herkennen welk nummer het is. De piano heeft namelijk in veel populaire muziek een begeleidende rol. Dit is niet zo leuk voor beginnende pianisten omdat je dan keihard geoefend hebt, maar bijna niemand herkent het nummer dat je speelt. Ik ga je een handig trucje, een soort rekensommetje leren, waarmee je ieder majeurakkoord kunt vinden. De eenheden waarmee we gaan rekenen zijn hele en halve tonen. Een halve toon is de kleinst mogelijke afstand tussen twee tonen op de piano. De afstand tussen C en C-sharp is een halve toon. Net als de afstand tussen C-sharp en D. D en D-sharp, D-sharp en E. Tussen E en F en B en C liggen geen zwarte toetsen, maar ook dit is telkens een halve toon afstand. Dus ook de afstand tussen twee witte toetsen kan een halve toon zijn als er geen zwarte toets tussen ligt. Een hele toon afstand is de dubbele afstand van de halve toon. De afstand tussen C en D is dus een hele toon. Tussen D en E ook. En let op, tussen E en F sharp dus ook. Een majeur drieklank heeft een vaste en logische opbouw. Je moet het trucje onthouden en dan kan je overal op de piano bepalen wat de majeur drieklank van een bepaalde noot is. Vanaf nu noem ik het gewoon majeur akkoord, omdat je nog geen andere majeur akkoorden kent. Maar onthoud dus dat deze er wel zijn. We beginnen met het C-majeur akkoord. Kies een noot C ergens op je piano. Omdat we in deze cursus de akkoorden met de linkerhand spelen, leg je je vijfde vinger, de pink, op deze C. Dit noem je de grondtoon van het akkoord. Een handig ezelsbruggetje is dat de grond laag is en de grondtoon altijd het laagst op de piano zit en de andere twee noten in het akkoord hoger liggen. Leg je vijfde vinger dus op de C. Tel nu vier halve tonen omhoog vanaf de grondtoon C en leg daar je derde vinger op. Dit is de noot E. Tel nu vanaf de E drie halve tonen omhoog en leg daar je eerste vinger op. Dit is de noot G. Dit type akkoord speel je dus met je vijfde, derde en eerste vinger. Druk nu alle drie deze toetsen tegelijk in. Je speelt nu het C-majeur akkoord. Sterker nog, je kent nu eigenlijk alle majeur akkoorden voor iedere noot op de piano. Een leuk weetje is dat het majeurakkoord bestaat uit het eerste, derde en vijfde toon uit de majeur toonladder.
In de eerste les heb je de C-majeur toonladder gespeeld. Kijk maar eens of het akkoord dat je net gevonden hebt inderdaad de eerste, derde en vijfde noot van deze toonladder zijn. De regel voor een majeur akkoord met drie vingers is dus altijd een afstand van vier halve tonen omhoog vanaf de grondtoon, gevolgd door drie halve tonen omhoog. Laten we nog een majeur akkoord bekijken, het A-majeur akkoord. Leg je vijfde vinger op de grondtoon A. Tel nu vier halve tonen omhoog vanaf de grondtoon A en leg daar je derde vinger op. Dit is de noot C-sharp. Tel nu vanaf de C-sharp drie halve tonen omhoog en leg daar je eerste vinger op. Dit is de noot E. Het is handig om te weten dat in akkoordenschema's het A-majeur akkoord niet helemaal wordt uitgeschreven met majeur erbij. Meestal wordt het geschreven als gewoon A. Dit geldt ook voor andere akkoorden. Nu laat ik je voor iedere toon het majeur akkoord zien, maar ik adviseer je om van tevoren alvast te kijken of je ze zelf kunt vinden aan de hand van dit trucje. Nu kun je zelf aan de slag om alle majeurakkoorden te vinden op de piano. Een goede oefening is om een noot te kiezen en daar het majeurakkoord voor te vormen. In het begin zul je merken dat je moet tellen om het akkoord te vinden, maar dit zal met wat oefening snel minder worden. Concentreer je ook op het gevoel en de positie van je hand als je het akkoord aanslaat. Dit helpt je bij de gewenning aan de akkoorden en het helpt je geheugen ook letterlijk een handje. Om deze les mee af te sluiten wil ik je een bekende melodie meegeven waarmee je gelijk de majeurakkoorden kunt oefenen. De notatie van je linkerhand en rechterhand is hetzelfde als in de vorige les. We spelen Happy Birthday. Ik adviseer je om eerst de rechterhand goed te oefenen en daarna pas de akkoorden toe te voegen. Veel succes met oefenen en natuurlijk heel veel plezier!